Bo. Yo, vet dat jullie er weer zijn, man. Nice. Wow. Komen er heel veel nieuwe abonnees bij en dat gebeurt. Het gebeurt zo, het is zo dat er steeds meer mensen zijn die denken, yo, laat ik me maar aansluiten bij die rare secte die Calvijns video's kijkt. Nou ja, dat is amazing. Oké, ik zou het niet per se een secte willen noemen, maar het is toch een redelijk apart groepje mensen wat naar mijn video's kijkt, weet je. Het zijn de gelijkgestemden, het zijn de open-minded people. Het zijn de mensen die scheid hebben aan alles en niets. Het zijn de mensen die hun bek open trekken en het zijn ook nog eens de mensen die maar één doel hebben in het leven, namelijk mensen aan het lachen maken. Heb jij je lachtreetjes al lekker gespied? Heb jij je lachtreetjes al lekker gespied? What? Heb jij je lachtreetjes? Mocht jij hier nou gekomen zijn door een soort van rare edit skills van 538, waardoor ze het laten lijken alsof ik iedereen haat, terwijl het niet zo is. En eigenlijk ben ik gewoon een hele lieve jongen. Het leek gewoon alsof ik een of andere motherfucking duivel was, man. Ik heb nog nooit zoveel mensen gedist in een video. En ik wist niet eens dat ik het gedaan had. Ik heb letterlijk gezegd, yo, Enzo moet een break nemen. Want 4 jaar lang elke dag vlogs maken kan niet goed zijn voor je brein. Die jongen moet even op vakantie en niet aan vloggen denken. Dat heb ik gezegd. En het enige wat 538 in edit is... Ik denk dat Enzo Knol wel een 4-jarige break kan gebruiken. Dan heb ik meer kans om de grootste, grappigste YouTuber van Nederland te worden. Dat is dus les 1 van het leven, mensen. Mocht een van jullie nou ooit een grote YouTuber worden, laat staan als je al een grote YouTuber bent. Denk even 2 keer na voordat je ja zegt op dingen waar andere mensen de eindregie over hebben, want... Oké, we gaan over het orde van de dag. Hey! Zoals je eventueel aan de titel had kunnen lezen, is het dus zo dat er iemand is geweest op het internet. Ik weet niet meer hoe die heet. Ik kreeg letterlijk een WhatsApp bericht van een onbekend nummer met een YouTube link en die heette The Roast of Calvijn. Ik dacht, what is this? Ik heb natuurlijk in mijn leven best wel veel YouTubers al geroast en dat probeer ik niet op een vieze manier te doen, maar dat probeer ik op een leuke, humoristische, prettige manier te doen. Mijn intenties zijn nooit om andere mensen voor schut te zetten, om ze zich kut te laten voelen of iets in die trant. Ik treit er wel eens mensen, maar dat doe ik op het moment dat ik weet dat die andere mensen het wel soort van kunnen waarderen. Met zulke roast video's bijvoorbeeld, dan weet ik gewoon, oké, ik stuur hem eerst naar de YouTuber toe, zodat hij het kan checken, zodat hij als hij eventueel iets in zit wat hij echt niet wil, dan haal ik het eruit. Zo ben ik gewoon. Ik ben geen duivel. Dus ook met deze video is het niet mijn bedoeling om deze jongen voor schut te zetten, want ik vind het alleen maar epic als je de ballen hebt om gewoon zoiets te hebben, fuck it. Weet je, ik heb dan wel 2 abonnees, ga deze gast gewoon roasten. Hij doet het ook bij andere mensen, dus waarom zou ik het niet bij hem mogen doen? En deze jongen heeft volledig gelijk. Ik hou nu al van deze man. Zijn kanaal heet The Chill Boy. Alright, let's fucking go. Okay. Roast of Calvijn, The Chill Boys. 2 abonnees, 2 duimpjes omhoog, 3 duimpjes omlaag. Jongen, ik ga die shit gewoon gelijk maken. Bam, 3-3. Oh, zo fucking van zin in. Dit is echt een geschenk uit de hemel. Een road of Calvijn. Mijn kanaal heet Vivalosophy. Het is niet zeg maar road to Barcelona. Road to Calvijn. Nee, lieve chill boy. Het is roast. Het is een roast. Fuck it, ik heb nog steeds respect voor je. Calvijn. Oh yeah. Oh yeah. We gaan een road of Calvijn doen. Roast. Het is roast. Er staat een S. Letterlijk een S. Rood. Vandaag is rood. Of Calvijn. Laten we maar beginnen. En dan ben ik weer. Ja. Ik ben heel snel gegaan en vandaag gaan wij Calvijn roasten. Hij zei roast. I fucking love you. Hij eet altijd paprika. Vind je dat ook niet zo? Kijk, hij eet altijd paprika bij zich. Kijk, hier. Paprika. Logo. En hij eet het zelf bij zijn video's. Nou, ben je niet goed snik hoor. Dan ben je niet goed snik. This guy is so fucking cute as motherfucking diddly. What a fucking hell. Moet je voorstellen dat je een rap battle hebt met iemand die daar gewoon gaat staan en gaat zeggen: je bent niet goed, snik. I love you, man. Dus hij zegt bij The Roast of Gio, nou, ik heb altijd wel een glimlach. Ja, hij heeft die ook, maar bij sommige foto's heeft hij dat ook weer niet hoor, jongens en meisjes. Kijk maar, kijk hier. Heeft hij een lach? Nee. Hier? Heeft hij een lach? Nee. Hij heeft een paar foto's, heeft hij geen lach. Huh? Maar ik ga even doorzien. Ik zie nog veel meer dat hij geen lach heeft. Gio, je moet niet liegen tegen kijkers. Hij zei Gio in plaats van Kelvin. Hij zei Gio, je moet niet liegen tegen kijkers, maar hij bedoelde mij. Jammer, man. Chill boy. Soms maken we foutjes in het leven. Soms hebben we niet door dat we bepaalde dingen zeggen terwijl we eigenlijk andere dingen bedoelen. Maar ik heb nog steeds respect voor je, man. Is dat je vriendin? Is dit je vriendin? Als het een vriendin is, is het heel belachelijk. Of heb je geen vriendin? Oh!
Oh shit! Disrespect richting Nina! Wow, is dat je vriendin? Nee, dat kan niet je vriendin zijn, want je liegt tegen je kijkers. Surprise, motherfucker! Ik lieg niet! I'm the most honest YouTuber in the universe! Echt! En jongens en meisjes, ik zie bij heel veel foto's, ook bij je netfoto, zie je dat hij zijn tong uitsteekt? Ik kijk allemaal even in zijn tong! En kijk, ik denk dat het een hond is! Kijk! Kom op, Calvijn. Zeg dat nou gewoon. Ah, het is zo fucking epic. De Rose is letterlijk. Calvijn, je bent echt een hond. Want je hebt een hond. Je hebt een hond. Rap je? Rap je? Hij heeft toch altijd zo'n... Hanekam. Hanekam. Do you even know what a Hanekam is, boy? Is dat Gio? Wat? Jongens en meisjes, Gio als kind. Zo, heb je wel een groot litteken. Gio. Waarom zegt hij de hele tijd Gio? Hij zegt de hele tijd... Ja, is dat Gio? Gio als kind? Ik ben niet Gio! Gio en ik zijn twee verschillende mensen. Oh. Soms zeggen we dingen terwijl we eigenlijk andere dingen bedoelen. Gio boy, dus ik snap het. Ik heb nog steeds respect voor je. Check zijn haar. Kan toch niet zijn haar? Lijkt me dit mij met mij. Hij had wel een goeie. Weet je, als je mij roast me dan sowieso met het haar wat ik vroeger had. Want dat was het niet best. Als je iemand roast over zijn debiele kapsel, maak dan een vergelijking met iets. Hetzelfde als wat ik bij Gio deed met zijn ogen. Dat lijkt op een hamerhaai. Mijn kapsel leek gewoon op een, I don't know, een eikel. Ik was gewoon een eikeltje. Kijk, nu heeft hij gewoon een paprika in zijn mond, man. Te ver. Mind blown. Hij heeft zelfs een t-shirt. Sorry dat ik dit moet zeggen, Calvijn, maar jij bent paprika verslaafd. Man, wat ben jij een erg mens. Wat ben jij een erg mens. Oh, dat is het liefste wat iemand ooit tegen me heeft gezegd. Als iemand tegen mij zegt, joh, je bent een slecht mens, omdat je andere mensen roast of andere mensen belachelijk maakt of zo. Kijk, dan heb ik daar respect voor, is ook wel een beetje zo. En ik respect gewoon die mening, weet je wel. Maakt mij geen reet uit. Maar als iemand zegt, je bent een slecht mens, want je eet paprika's. Wat was Hitler dan wel niet? Als ik al een slecht mens ben als ik paprika's eet, wat was Hitler dan? Calvijn, paprika. Wil je alsjeblieft je hoofd filmen? Film je hoofd, man. Lieve mensen, luister. Ik maak sowieso een video met deze gozer. Het maakt me geen reet uit hoe oud hij is. Het maakt me geen reet uit waar hij woont. Ik wil een video met deze jongen maken. Dat is echt... Ik moet een video met deze jongen maken. Hé, hey, kijk. Ik heb nog een tweelingbroer. Heeft zijn trio. Nee, vier, joh. Yo, ik heb nog een tweelingbroer. Dan is hij trio. Nee, dan is hij vier, joh. Nee, vijf. Hij heeft gewoon vijf tweelingbroers. Kijk. Ik ben heel benieuwd wat hij nu gaat laten zien. Wat? 1, 2, 3. Hier zijn hele familie, jongens. Fantastisch, hier zijn hele familie. No way. Hij is wel een soort van entertaining, man. Deze gast weet gewoon 10 minuten lang te boeien, man. Ik zit een puntje van mijn stoel. Je moet wel even iets aan je camerawerk doen. Want je moet even beseffen hoe irritant het is als je zeg maar alles zo filmt. Zoom even uit. Dat vind ik het enige kut aan deze video is gewoon het camerawerk, man. I don't like it. Ik kan zo slecht tegen als ik zo dicht op mensen zit. Paprika? Wat vind je? Lekker oortje. Dat vind ik nou een lekker oortje. Kijk even goed naar dit oortje. Dat vind ik nou een lekker oortje. Mooi oortje zeg. Oh jee. Jongen, luister. Je hebt nog 3 minuten. Je hebt nog 3 minuten om me helemaal kapot te maken, oké? Ik wil niet meer dat je begint over fucking paprika's en shit. Ik wil gewoon dat je begint over mijn persoonlijke leven. Ik wil gewoon dat je me kapot maakt. Ik wil gewoon dat ik denk van, yo, deze gast. Ik moet uitkijken voor deze gast. Dat wil ik. Kom op, man. Don't let me down, chill boy. Calvijn eet heel vaak paprika. No way. Calvijn houdt van paprika, man. Move on, man. Move on. Just move on. Move on to the next subject, man. Come on. Kom op. Volgende onderwerp. Boom. Oh ja, als je op zo'n gezond, dan vind je allemaal Calvijn leuk. Met paprika, neuken, paprika, Calvijn, je weet wel. What? What just happened, man? Het voelt heel verkeerd om dit uit te lichten, maar hij heeft het toch echt gezegd. Dit heb ik niet bedacht, hè. Deze guy zegt letterlijk, als je googelt op gezond, dan krijg je Calvijn paprika neuken. Verzond ik dat nou goed of zit ik nou te lullen? Hij neukte met paprika neuken. Ik leef nog in de illusie waarin ik dacht dat je mijn onverloren zoon kon zijn, want ik hield heel van je. Nu dat je nu al begint over neuken, weet ik niet meer of ik je nog wel zoon wil, man. I'm sorry, man. Nee, dat helpt je. Als je gezond op zoek bent, dan vind je dat niet, jongens en meisjes. Dit is de laatste keer dat ik schat, maar kijk, dan vind je appels, je vindt groenten. Hij noemt letterlijk gewoon groenten op. Zijn roast naar mij is een jongen die gewoon opnoemt wat groenten zijn. Appels, oh, dat is fruit. Ik zie prullenbakken en ik zie wel prullenbakken. Maar deze? Man. Jongens en meisjes, dit vind ik wel even... Genoeg een roast of Calvijn, jongens en meisjes. Ik vond het leuk om dit mocht maken. Als je nog een keer gewoon stof
En dan nog anderen, laat het weten in de reacties. Doei mensen! Deze boy man, deze boy man! Oh shit! Oh. Oh man, deze boy man, ik hou van deze boy. I'm gonna track him down. Ik heb letterlijk zijn nummer, want hij heeft me deze video gewoon gehoord. Dus het moet niet heel moeilijk zijn. Oké, laat in de comments weten of je wil dat ik met hem chillboy een video ga maken. Waarin we weet ik wat gaan doen, ik bedenk wel iets tofs. Abonneer op mijn kanaal, want ik heb bijna net niet 12 abonnees. En Instagram ook, want ik plaats die pika's man. Hey, yo!